Hallo, ik ben Nina. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je de Rosebud armband moet maken met de Rainbow Loom. Dit is een goed ideetje voor Moederdag. Vandaag gebruik ik donkergroene bandjes, lichtgroene, rode. Bij deze heb ik rood en roze gedaan, maar bij deze ga ik alleen rood doen. 1 C of S clip. Ik gebruik vandaag een C clip. Je loom. En een naaldpin. We beginnen om de roosjes te maken. Je moet er 12 maken en hier heb ik er al 10 gemaakt. Dus dan ga ik je nog 2 laten zien. We beginnen met 1 lichtgroen bandje te dubbelen. Dat doe je zo. Je strekt ze over 2 vingers. Dan strek je hem. Dan draai je en dan haal je hem er weer terug overheen. Zo. Nu moet je zorgen dat je loom naar je toe wijst, de pijlen. En dan ga je met het lichtgroene bandje van de eerste rechterpion naar de tweede. Nu dubbel je nog een lichtgroen bandje, dus dan strek je hem over 2 vingers. Draai hem en haal je hem weer terug over 1. En in deze keer ga je van de eerste linker naar de tweede linker. Zo. Nu pak je 2 rode bandjes en ga vanaf de tweede rechterpion. Dan strek je en draai hem op de derde. Dan strek je hem nog verder en haal hem weer terug over allebei de pionnen. Zo. Dit doe je hetzelfde aan de andere kant. Dan pak je 2 rode bandjes. Die je op de tweede linker naar de derde linker. Dan strek je hem. Van de tweede naar de derde moet je in de 8 doen. Dan strek je hem. Haal je hem er gewoon overheen. Zo. Nu kunnen we beginnen met haken. Je begint zo. Ik begin aan de linkerkant. We gaan bij de derde pion. Pakken we de onderste 2. En dan halen we die overpion. En dan kunnen we die loslaten. Nu ga je bij de volgende pion, haal je daar de onderste 2 en haal je die er ook overheen, zodat er een knoopje in de bandjes zit. Nu leg je je vinger in het midden van die 2 bandjes en dan haal je de bandjes op de derde pion, haal je over de pion heen en op de tweede. En dan kan je vinger eruit halen. Nu doen we precies hetzelfde aan de rechterkant. We gaan in de derde pion, pakken de onze 2, haken we die er overheen. Dan ga je bij de tweede pion, pak je de onze 2, haal je die er overheen en los. En dan doe je weer hetzelfde. Dan doet je vinger in het middelste stukje van die 2 baantjes. Pak je de 2 baantjes op de derde pion, haal je die over de pion heen. En op de volgende. Zo. Nu gaan we weer naar de linkerkant. Je gaat in die 4 rode bandjes. Pak je de onderste 2 lichtgroene. En die haak je naar voren. Dus je haalt over de pion heen en op de volgende. Doe hetzelfde aan de rechterkant. Zo. Nu pak je je houdingshaak. Steek je die in de eerste pion. Aan de linkerkant. En dan kan je die eraf halen. En ook de bandjes op de tweede pion. Zo. En dan duw je die naar achter. Doe hetzelfde aan de rechterkant. Steek die erin. En dan kan je die eraf halen. Zo. Dit moet je nog 10 keer doen. Zodat je 12 van die bloemetjes hebt. Nu draai je loom. Zodat de rode pijl op allebei de die kant op staan. En dan beginnen we met 1 donkergroen bandje van deze pion naar die pion te halen. Zo. Nu pakken we onze eerste roos en dan gaan we vanaf de eerste pion halen die van de haak af, het eerste 2 bandjes. Die doe je op die eerste pion.
En doe je de andere twee op je haak, doe je op de tweede. Zo. Nu pak je weer een donkergroene. Dan gaan we vanaf de tweede naar de derde. En dan pak je weer een roosje. Doe je hetzelfde. Ga je van de derde met deze twee bandjes naar de vierde. Zo. Nu pak je weer een donkergroene. En dan weer een roosje. En doe je die weer op. Dit doe je totdat je helemaal aan het einde bent. Ik ben zo terug. Helemaal aan het einde. Nou, eigenlijk niet helemaal aan het einde. Eentje voor het einde. Dus dan moet het zo komen. Niet op de laatste, maar daar. Ik ben zo terug. Zoals je kunt zien, ben ik klaar. En dan pak ik nu een donker groen bandje. Ga ik van de pion waar ik was gebleven, ga ik schuin naar beneden. Zo. En dan doen we dat naar beneden. Nu pak je weer een roosje. En deze keer ga je vanaf deze pion, waar je net was gebleven, naar nog een keer schuin naar beneden naar rechts. Zo. Nu is je armband nog niet lang genoeg. Dus dan moeten we nog iets maken wat eraan vast komt te gaan. Dat doen we zo. Je pakt één donkergroen bandje, die haal je van de eerste rij, van de eerste pion naar de tweede pion. Doe je dat naar beneden. Nu pak je weer je roosje. En dan ga je vanaf de tweede naar de derde. Zo. En dan pak je weer donkergroene, van de derde naar de vierde. En dan weer een roosje van de vierde naar de vijfde. Dit doe je door totdat je al je roosjes hebt gebruikt en dan bij een roosje eindigt. Ik ben zo terug. Zoals je kunt zien ben ik bij een roosje geëindigd en zijn al mijn roosjes op. Dus dan heb ik deze naaldpin niet meer nodig. Nu gaan we een kapbandje plaatsen met een donkergroen bandje. Je draait je loom weer zodat de pijlen diep naar je toe wijzen. Dan pak je het groene bandje en doe je die bij was gebleven erop. Dus op de derde linker pion. Dan strek je die, draai hem en haal je hem er één keer overheen. Dan kan je hem loslaten. Nu kunnen we beginnen met haken. Je gaat in die twee ringen. Je pakt de onderste twee groene, die haal je over de pion heen en op de volgende. Nu ga je in die pion en pak je het onderste groen, donkergroene, die haak je ook naar voren. De lichtgroene, de twee, dan weer de ene donkergroene. Zo ga je door totdat je bij het einde komt. Zo, ik ben bij het einde aangekomen en dan ben ik nu klaar om deze rij eraf te halen. Maar dan moet je wel zorgen dat je haak in de laatste donkergroene bandje zit. En die haal je eraf en dan kan je zo de rest eraf trekken. Voorzichtig, zodat de donkergroene bandjes niet breken. Zodat het er zo uitziet. Nu ga je weer bij de eerste linker pion en doe je die twee ringen, die donkergroene ringen, die doe je op de eerste linker pion. Zodat het er zo uitziet. Nu kunnen we weer beginnen met haken. Je gaat in die twee ringen, dan pak je de onderste lichtgroene, haal je die over de pion heen, alleen haak je die schuin omhoog naar rechts, dus waar die vandaan kwam.
Dan ga je in die baantjes, pak je het onderste donkergroene baantje, haak je die weer schuin omhoog naar rechts. En dan ga je gewoon omhoog haken. Pak je het lichtgroene en dan weer het ene donkergroene. En dan ga je zo verder, doordat je helemaal aan het einde bent gekomen. Zo. Ik ben bij het eind aangekomen en dan moet ik nu het laatste bandje, het laatste donkergroene bandje, haak ik schuin omhoog naar links op de laatste middelste pion. Zo. Nu kan ik het hele ding eraf halen. Maar dan moet ik eerst zorgen dat de C-clip in deze twee donkergroene ringen zit. Dus dan doe ik het middelste stuk van de C doe ik in de twee donkergroene ringen. Zo. En dan kan ik het eraf halen. En dan moet je wel de C-clip nog beter houden. Heel voorzichtig, zodat de bandjes niet kapot kunnen gaan. Zo. Nu moet je de bandjes nog aan elkaar maken. De twee einden. Eindstukjes. Je doet deze twee ringen aan één kant van de C. Dan pak je de andere twee ringen aan de andere kant van het bandje. En dan doe je die in de andere kant van de C. Zodat het er zo uitziet. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je dit mooie bandje en het leuke idee voor Moederdag ook gaat maken. Doei, tot de volgende keer!